test. Hé hey René, we beginnen even overnieuw. Hoe is het met je? Nou, naar omstandigheden wel goed hoor. Waarom ben je hier, René? Nou, ik ben hier allereerst omdat ik het een belangrijke zaak vind om te komen. En het gaat om zaken waar niet vaak genoeg op gehamerd kan worden. Dus vandaar dat ik hier ben. Is er iets wat je nog kwijt zou willen aan al die mensen? Moet je kijken, het staat helemaal vol. Is er iets wat je zou willen vertellen tegen ze? Ja, ik... Ik wou nogmaals iedereen op het hart drukken dat je dat safe sex alleen natuurlijk niet genoeg is. En als je safe sex, als je aan safe sex doet, je verantwoordelijkheid ligt, ja, die ligt bij jou, voor zowel jezelf als voor je partner. En op HIV laten testen is natuurlijk niet genoeg. Na 6 maanden of zo weet je pas of jij en je partner HIV vrij zijn. Dus wat er ook gebeurt, altijd veilig vrij? Veilig. Wat zijn je plannen? Even een hele brute vraag. Wat zijn je plannen? Nou, we zijn bezig met het voorbereiden van een nieuwe cd. Die moet half oktober in de winkel, in de winkels liggen. Er wordt een biografie geschreven. En ik ga een aantal programma's met jou, Seks met Angela, maken. Ik ben heel blij met hem als gast. Wat denken jullie? Zou je nog gaan zingen?